Jordi de Wijs, om maar gelijk met de deur in huis te vallen. Ben je nu helemaal fit? Want vorige week zat je op de bank, maar was je misschien nog niet helemaal 100% fit? Kan je spelen tegen PEC Zwolle? Ja, ik heb de volledige week gewoon meegetraind en ik voel me goed, dus ik zou kunnen spelen. Ja, want je raakte geblesseerd in de wedstrijd tegen Utrecht. Had je gedacht dat het toch zo erg was dat je minimaal 2 wedstrijden moest missen, waaronder die wedstrijd tegen je oude club PSV? Ja, de verwachtingen van tevoren, als je de pijn bekeek, dan dacht je dat je er misschien wat langer uit was. Maar ja, na de MRI en alle onderzoeken bleek het toch mee te vallen. En ben ik toch wat sneller hersteld als verwacht. Ja, dan miste je de wedstrijd tegen PSV. Krijg je dan wat mee dat er wat complottheorieën lopen? Dat mensen zeggen, ja, het zal wel. Maar hij mag waarschijnlijk van PSV niet spelen. Ja, maar dat zijn dingen, daar trekt me niks van aan. Kijk, ik voelde me niet goed genoeg en dan moet je ook gewoon keuzes maken. En dan is het zonde dat je die wedstrijd moet missen, maar ja, dat is niet anders. Dan mis je ook de wedstrijd tegen NAC. Daar ging wel heel veel mis. Hoe heb jij die wedstrijd gezien vanaf de bank, dat jullie toch tegen NAC een off-day hadden? Ja, ik denk dat je het zo ook gewoon kunt noemen, dat het gewoon een off-day was. En dat we die dag niet alles uit hebben gehaald. Alleen, daarom kunnen we het morgen weer omdraaien. Ja, de trainer verwacht een reactie. Leeft dat ook echt in de ploeg? Revanche voor met name toch die zeep tegen NAC? Ja, natuurlijk. Ja, iedereen weet dat het een off-day was tegen NAC. Ja, en iedereen is getergd om het weer recht te zetten tegen Zwolle dit weekend. Jullie staan er nog florissant voor. Wel 3 nederlagen op rij. Is er niet een lichte paniek dat jullie niet weer zo'n serie neerzetten als vorig jaar? Toen was je er weliswaar niet. Maar het was in het eerste seizoen zelf na aanleiding van een nederlaag op een gegeven moment ook ineens een hele reeks met nederlagen. En toen duurde het lang voordat jullie eruit kwamen. Nee, er is zeker geen paniek, maar we hebben het er wel over dat we die situatie moeten voorkomen. Dus we zijn veel met elkaar bezig, veel met elkaar gesproken en ik heb er goede hoop in. Verwacht je ook weer gelijk direct terug te keren, nu je weer helemaal fit bent? Ik hoop het wel, ik weet het niet. Ik heb nog niet met de staf gesproken en dus ja, het is even afwachten. Ik hoop het wel. PEC Zwolle staat er heel goed voor. Wat is een beetje jouw indruk van die ploeg? Staan ze daar terecht of zeg je dat ze misschien wel wat geluk hebben en horen ze daar niet thuis? Nou, het is kwalitatief gewoon een goede ploeg. Spelen goed aanvallend voetbal. En ik denk dat het wel terecht is dat ze daar staan. En dat laten ze ook wekelijks zien. En dat soort ploegen ligt jullie ook wel. Hè? Neem AZ, vaak voetballende ploegen. Daar doen jullie het vaak beter tegen dan ploegen, met alle respect. Die wat minder staan, die zich misschien wat meer ingraven. Die misschien toch jullie wat meer het spel laten maken. Ja, dat weet ik niet. Ik denk niet dat we te veel naar de tegenstander moeten kijken en gewoon ons eigen spel moeten spelen en ons zeker moeten reverseren van vorige week. Ik denk dat het belangrijk is dat we zeker naar onszelf kijken. En dan, als wij gewoon alles uit ons eigen spel halen, dan weet ik zeker dat we een goed resultaat kunnen boeken. Over een paar weken is het winterstop. Kan je de balans op gaan maken? Je begon de voorbereiding met PSV, speelde zelfs nog met Jong PSV. Je bent teruggekeerd weer op Woudestein, wat je wilde. Weer gaan voetballen. Hoe is het tot nu toe bevallen, dat half jaar weer hier? Ja, zeker goed. Ik heb veel minuten kunnen maken. Ja, een paar wedstrijdjes moeten missen door blessures. Maar ik heb het enorm naar mijn zin. En ik kan hier gewoon alles uit mezelf halen. En zoals ik al zei, ik voel me prettig. En dat is de basis van alles.